Ik sta in het gemeentehuis in Maden op de avond van de verkiezingsuitslag. De uitslagen komen hier binnen op het gemeentehuis en het is hier spannend. Het is leuk om hier te zijn. Het bruist aan alle kanten. Het bruiste ook gisteren bij het live debat wat we uit hebben proberen te zenden. En daar is helaas iets fout in gegaan. En we vonden toch als omroep dat we u een verklaring schuldig waren. Techniek is een mooi ding. Techniek gebruiken we voor van alles en nog wat. Onder andere om te twitteren, te facebooken, te sms'en, te appen en wat je allemaal kunt doen. En dat is de oorzaak van geweest dat wij het live debat niet rechtstreeks bij u in de huiskamer hebben kunnen brengen. Er waren hier zoveel mensen bij het live debat aanwezig die enthousiast bezig zijn geweest met twitteren en facebooken. Zodat wij geen verbinding meer hadden en dat we niet in staat zijn geweest om bij u thuis het programma rechtstreeks te brengen. Dat betreuren we zeer. We hadden het graag anders gehad en we willen heel graag over 4 jaar opnieuw proberen om u te voorzien van een live debat. Want het was wel heel erg spannend, het debat. U houdt dat dus van ons te goed en nogmaals onze excuses dat het niet helemaal gegaan is zoals we van tevoren hadden gehoopt. 10 en dan maken we nu van 12,2%. Dus ook daar CDA een teruggang. We hebben net 4 bureaus gehad, volgens mij de uitslag. Ja. Wat is je eerste reactie tot nu toe? Nou, verrassend dat Harry Bakker zoveel wint, maar hij heeft er ook hard voor gewerkt. En dat is dus verdiend. En, maar hebben jullie niet hard gewerkt dan? Ja, wij hebben ook hard gewerkt en we voelden steeds enige rugwind. Maar het valt een beetje tegen als we op die 2 blijven steken. Wij gaan natuurlijk ook voor winst. Natuurlijk, gaat iedereen voor. Hè? Maar ja, niet iedereen kan winnen natuurlijk. Van de andere kant, we hebben maar 4 stembureaus gehad. Hè? Dus het kan nog alle kanten op natuurlijk. Zeker. Ja, ik hou nog steeds hoop dat er misschien een plusje in zit. Dan kom ik straks terug als dat zo is. We hebben daar hele goede mensen voor. Dus wat dat betreft zou het voor de gemeenteraad zeker goed zijn als wij met 1 meer in kunnen komen. Nou, dan kom ik straks terug als het misschien zover is. Dankjewel zover. Ja, dankjewel. 16%, 2014, 27%. CAP in het gemeentehuis, 2010, 17,5%. 2014, verliesje wordt 10,4%. Ja, tot nog toe gaat het eigenlijk hartstikke goed. Er komen nog een paar uitslagen waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Dus ik wil absoluut nog niet te vroeg juichen. Maar als ik de landelijke trend bekijk en wat hier tot nog toe bekend is, dan ben ik eigenlijk stiekem een klein beetje blij aan het worden. Maar nogmaals, er moet nog heel wat komen. Ja, precies. Maar als je kijkt naar de landelijke trend, dan had ik dit in ieder geval niet verwacht hier in Maden. Nee, de landelijke trend is dat we toch 1% of 3% verliezen. En hier zijn er een paar stembureaus al wat lager zitten. Maar ook behoorlijk wat hoger zitten. En dat is goed nieuws. Ja, voorlopig in ieder geval een tevreden mens, zullen we maar zeggen. Ja, absoluut. En ik vind het ook mooi om te zien dat eigenlijk de hele coalitie wint. En dat zie je ook niet zo heel erg vaak. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Nou, ik ga er vast wat op drinken. Komen we straks er even terug bij je. Dankjewel. Is goed. Komt hij aan. Tussenstand naar 10 stembureaus. Prijs Harry Bakker naar 10 van de 14 bureaus zit op 35%. Ietsje meer zelfs. De CAB scoort er 15%. VVD ietsje minder, maar ook vrijwel 15%. Partij van de Arbeid na 10 stembureaus zit op 5%. Groen Dribbelen scoort nou een procentje of 12 ongeveer. Het CDA zit op 7% ongeveer. GroenLinks tenslotte na 10 bureaus 3,5, 4% misschien. En winnaars en zijn verliezers altijd, hè, bij de politiek en bij de sport. Jouw reactie? Nou, wij horen vanavond duidelijk in het kamp van de verliezers. We hebben blijkbaar niet aan de inwoners van Drimmelen duidelijk kunnen maken waar de Partij van de Arbeid voor staat. En dat vind ik heel jammer. Voor mezelf, maar ook voor mijn partij. Voor alle enthousiaste mensen die keihard werken. Want u hebt er ontzettend hard voor gewerkt natuurlijk, met z'n allen. Heb je enig idee waar het aan ligt? Kun je iets bedenken? Nou ja, ik denk dat we ook vooral naar onszelf kijken. De landelijke trend, maar ja, daar kun je heel makkelijk achter verschuilen. Maar blijkbaar hebben we niet voldoende kunnen laten zien waar de Partij van de Arbeid in Drimmelen voor staat. En dan kun je de komende 4 jaar dat laten zien. Dat is duidelijk waar wij aan gaan werken, ja. Lijkt me een goed idee. Oké, dankjewel. Dankjewel.
Het wordt nu echt spannend, dames en heren, want we zijn bij het laatste stembureau. De uitslagen gaan binnenkomen. We staan bovenop het balkon hier in het gemeentehuis. Om eens van bovenaf te kijken wat er gaat gebeuren als dadelijk de laatste uitslagen er zijn. Er zijn, zoals ik al eerder zei, er zijn grote winnaars en er zijn grote verliezers. Dus het lijkt ons leuk om even te kijken van bovenaf wat de reacties gaat zijn dadelijk. Nu komt het moment van de waarheid voor alle partijen. De burgemeester gaat de einduitslag bekendmaken. Dit was de einduitslag zoals de burgemeester die voorgelezen heeft. En ik kijk nu uit over de zaal beneden waar de grote winnaars staan, lijst Harry Bakker, maar waar ook de verliezers zijn, PvdA en GroenLinks. En het wordt nu druk bij de burgemeester, want die heeft daar alle uitslagen liggen. En mensen stormen daarop af om de uitslag mee te nemen. Maar vooral hier in de hoek bij Harry Bakker is het een drukte van belang. Want Harry Bakker, de lijst Harry Bakker, heeft fors winst gehaald en die wil dat weten ook zo te zien. Ik ga dadelijk proberen om daar toch nog even mee te gaan praten om te kijken wat nu de reactie is van de lijst Harry Bakker. Eerste reactie voor jou. Ja, het is jammer. We hebben waarschijnlijk de kiesdrempel net niet gehaald en dat is zonde. Maar voor de andere partijen gefeliciteerd. Ja. Niet gehaald de kiesdrempel, wat betekent dat voor jou zelf? Ja, dat ik vrije tijd heb, dat is ook lekker. Ja, je hebt het al wel ingevuld, denk je? Ja, ik heb hem ook al ingevuld, ja. Gaan we je nog terugzien? Want ik bedoel, dat is nu even misschien, maar laat je het hierbij zitten? Zeg je nu van nou, ik ga er helemaal mee stoppen? Of ga je de komende 4 jaar weer keihard aan het werken voor? Ik ga sowieso aan het werk om te kijken wat we met de linkse samenwerking kunnen doen, met de PvdA. En ja, het ligt ook aan wat GroenRimmelen, die staat op winst, hoe die er tegenaan zit. Want er zit natuurlijk wel een klein gedeelte die ons wel wil in Rimmelen. Dus ja, en die kiezer moet je niet verloren laten gaan. Dan gaan we gewoon kijken hoe we daar zeg maar, het beste uit kunnen halen. Ja. Nou, dat, in ieder geval sterkte met dit verlies voor nu. En wie weet zien we elkaar de volgende keer terug. Dankjewel. Afgesproken. Burgemeester, ik wil alleen even weten of u tevreden bent over het verloop van deze verkiezing hier in Drimmelen. Ja, ik ben heel tevreden, want de opkomst is toch weer vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Het hele proces om te komen tot deze einduitslag is heel goed verlopen. En ik wil iedereen complimenteren die daar een bijdrage aan geleverd heeft. Dat zijn de mensen hier intern op het gemeentehuis, maar dat zijn ook al die mensen die zich beschikbaar hebben gesteld om op het stembureau te zitten. Die waren buitengewoon goed geïnstrueerd, die hebben goed werk geleverd. En de einduitslag is gewoon een democratisch proces. En dat is voor mij een gegeven en daarmee gaan we aan de slag. Dat betekent dat we daar niks aan kunnen veranderen, ook niks aan moeten veranderen. Nee. Dat is zoals het is. Ik hoor u zeggen dat de mensen van de stembureaus goed geïnstrueerd zijn. Er zijn geen dingen gebeurd of die waarvan u zegt, nou nee, dat kan niet, maar het is allemaal echt heel goed verlopen. Het is goed verlopen. Er is één punt wat bij alle stembureaus eigenlijk naar voren kwam. Mensen die voor een ander hun stem uitbrachten, die hadden geen kopie van een legitimatiebewijs van die mensen. Kennelijk beklijft dat niet. En dan gaan er natuurlijk stemmen verloren. En dat is natuurlijk jammer. En daar moeten we denk ik voor de komende verkiezingen wat meer aandacht aan schenken. Dat denk ik wel, want dat is inderdaad zonde als stemmen op die manier verloren moeten gaan. Goed, u gaat een rondje lopen denk ik met de mensen praten. Dankjewel en gefeliciteerd met deze goede verkiezingen. Dankjewel, graag gedaan. Ik sta bij het CHB. Ik heb net op de lijst gekeken. Geen winst en geen verlies. Nee. Toch tevreden? Ja, we zijn tevreden. Gelijk blijven de aantal zetels van 4. Nou, daar zijn wij denk ik toch wel trots op. Dat in deze tijd met een aantal stembureaus waar we wat minder hebben. Een aantal stembureaus waar we gewonnen hebben. En ik denk als we dan gelijk blijven, dan vinden we toch een goed resultaat. Ja, dus je kunt tevreden. Ook de tweede partij hè, van de gemeente Drimmelen. Ja, precies. Dat klopt. Ja. Nou, je hebt gewoon met z'n allen dus goed gewerkt, zullen we zeggen. Wij zijn tevreden en ik denk dat wij onze kiezers dankbaar mogen zijn dat wij toch de tweede partij zijn gebleven in de gemeente Drimmelen. En we hebben wel wat verloren op Maden. In Zwaluwe hebben we zeker winst gehaald. Nou, we zullen dus de volgende keer Maden toch nog een keer moeten mobiliseren om te kijken dat we daar ook nog wat winst kunnen halen. Ja, en als we dan de volgende periode nog een keer winst kunnen halen, dan zou het natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar wij zijn met 4 echt tevreden. Ja. Dan nu feesten, zeg maar. En morgen weer aan de bak voor die winst op Maan. Zo is het. Ja, dat gaan we zeker doen. Proficiat en dankjewel. Ja, dankjewel. Hè. Het zit erop. De uitslag is bekend. Ja, we zijn super blij. 2 winnaars vanavond. Lijst Harry Bakker van 7 naar 8. En wij gaan van 2 naar 3. Daar gingen we voor.
En het is gelukt. Wij zijn er heel blij mee. Zeer tevreden. Ja, proficiat. Dat is inderdaad een prachtig resultaat. Daar moet je ook van genieten, denk ik. Maar morgen moet er weer aan de slag gegaan worden natuurlijk. Ja, we gaan daar enorm van genieten. We hebben allemaal een lekker glas wijn of bier gepakt nu. En daar gaan we ook echt van genieten. En vanaf morgen zullen we inderdaad met elkaar om tafel moeten gaan. Om te kijken hoe we de coalitieonderhandeling als partij ingaan. En daarin zal de lijst Arie Bakker waarschijnlijk initiatief gaan nemen richting alle collega's. En wij zien een uitnodiging graag tegemoet daarvoor. Nou, dan, ik denk wel dat hij gaat komen. Ga ervan genieten nogmaals, proficiat. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Ik had er al wel rekening mee gehouden dat wij een zetel in zouden leveren. Omdat we die vierde zetel, dat was een restzetel. En die hadden we maar net te pakken vorige keer. Dat is er nu dus net toch afgegaan. Het begin vanavond leek het erop dat het de goede kant op ging. Dat we hem toch zouden kunnen houden. En het is dan net niet gelukt. Dat is jammer, maar... Toch een heel mooi resultaat, denk ik. Ja, precies. En heeft dit nou nog gevolgen voor, ik bedoel, want je gaat van 4-3 terug. Heeft het gevolgen voor jezelf of kun je daar helemaal nog niks over zeggen? Nee, daar durf ik niks over te zeggen. Kijk, het enige wat ik zeker weet is dat ik op 3 sta op de kieslijst van de VVD. Dus ik word sowieso raadslid. Maar goed, ja, ik hoop dat de onderhandelingen zo uit zullen vallen dat ik weer een wethouderspost mag bekleden. Nou, dan moeten we dan maar gewoon met z'n allen af gaan wachten. Het is een lange dag geweest. Ik ga zo ook naar bed en jij ook, denk ik. Dankjewel in ieder geval. En toch proficiat met het resultaat. Dankjewel. Ik sta letterlijk bij de grote winnaar van vanavond, ja, Harry. Eerste hartstikke goed. Ja, dankjewel. Ja, heel mooi. Je krijgt wat je verdient. We hebben het vertrouwen weer gekregen van de kiezers en daar zijn we heel blij mee. En zo te zien heb je het niet alleen gedaan, want nee, staat hier een hele ploeg mensen. Zetels, wat denk je? 8 zetels, helemaal nieuwe raadsleden. Gigantisch succes natuurlijk. Ja. Heb je daar genoeg mensen voor al die 8 zetels? Ja, we staan er toch allemaal? Ja, ik heb ze nog niet geteld, maar ja, dat gaat lukken. Loes, Marjolein, Erik, Hans, Ruud, Femke natuurlijk. Nou, en ik zelf ook nog, denk ik. Dus dat gaat helemaal goed komen, ja. Harry. Dat gaat helemaal goed. Nou, dan feliciteer ik je nogmaals en dan gaan we eerst maar eens feesten, dat denk ik. Dat is allemaal heel goed gedaan, ja. En daar ben ik echt trots op. Dat mag ook. Kijk, dankjewel. Dank.